Gaat het nu? Oh, 43. Precies. Hier is pauze. Hey, goedemorgen Yara. Hoor je mij? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wou het zeggen, ik zag je wel, maar je hoorde me niet volgens mij. Nee, ik ben nog niet volgens mij. We zijn met z'n tweeën nog. Ja, wordt het een privélesje? Ik denk dat het een privélesje wordt, ja. In Oost, hè? Buiten ook. Ja, ik ben al geweest. Ik ben gaan boksen gisteren. Oh, was het wat? Ja, is chill. Ja? Top. Ja. Ik ben buiten geweest om te kijken hoe ze les gaven. Ik heb wel dingen mee opgezet en zo. Dus de container volgeladen. Maar ik heb nog niet in bedrijf gezien. Dus ik ga zo meteen even kijken als ze klaar zijn. Ja, lekker. Ik vind sowieso het buiten boksen best wel chill. In vergelijking met binnen. Hè? Ik vind het buiten trainen eigenlijk ook wel heel erg fijn. Lekker in de zon. Volgens mij geen zon. Maar dat is eigenlijk ook wel fijn. Dat vind ik ook. Voor de trainer is het wel heel lekker, maar als je zo hard bezig bent, dan is het wel lekker als de schaduw is. Ja, dat vond ik ook. Ik vond in Zuid echt best wel warm, want daar sta je volgens mij gewoon de hele dag in de zon. In de zon, ja, klopt. Alleen heel in de ochtend een beetje schaduw. Ja. Nou, het is 10 uur. we zijn met z'n tweeën. Wat mij betreft, eens even kijken. Ik denk, ja, want als jij... Het wordt natuurlijk allemaal opgenomen. Dus als jij mute, dan sta ik zeg maar in beeld. Anders dan wordt het opgenomen en sta jij de hele tijd in beeld. Ja. Maar ik weet niet of je dat ook heel prettig vindt. Als het dan teruggespeeld wordt, dan is het dat. Jij hebt elastiek, volgens mij. Je hebt ook zo'n miniband. Ja. En gewichtjes. Ik heb geen gewichtjes. Rugzak. Heb ik wel. Top. Ja. Dan moet het helemaal goed komen. Dan gaan we gewoon beginnen. Gaan we eerst warm-up doen? Ja. Ik ga even... Mag jij jezelf opnieuw? Ja. Ja, top. Dan ga ik even... Hier. Oké. Okay. Eens even kijken. Volgens mij, hij geeft nog aan... nee, jij bent gemute. Dat is vreemd. Hij blijft op jou staan. Ja. Je kan je eigen scherm vastpinnen, hè? Eens even kijken. Dan springt hij nooit weg, namelijk. Pin video. Kijk. Fantastisch. Top. Oké, okay, goed. Even kijken, ga ik even op de goede afstand staan. Zo. Begin op handen en knieën, cat camel, 5 keer. Oh ja, ik heb natuurlijk mijn schermpje wat ik nog even laat zien, dan weet je wat je kan verwachten. Gaan we 5 keer cat camel doen. Dan gaan we een full squat doen met reach 5 keer, adductor rockbacks 5 keer. En walkouts 5 keer. Zelfde warming-up eigenlijk als de vorige keer. Dus, beginnen met cat camel. Handen, knieën, doe maar mee. Volle rug, kijk omhoog. Uit, in, uit, uit, volle rug. Duw je handen in de vloer. Uit, in, volle rug. Uit, uit.
Drie keer. Top. Full squat with reach. Dus kom in een squat zitten. Ellebogen tegen de binnenkant van je knieën. En arm omhoog. Volg met je hoofd je arm naar buiten. Vijf keer aan elke kant. Daarna op de knieën, één voet naar buiten, de voet op de grond. Doe het nou heel veel zeer aan de binnenkant van je been, kan je de voet omhoog zetten. Anders kan je hem daar laten staan. Handen op de grond en naar achteren, dus met je billen richting je hak van je voet. Vijf keer de ene kant, vijf keer de andere. Maar zij komen naar de andere kant. En als laatste doen we nog walk-outs. Dus staat de grond, handen op de vloer, loop uit naar de plank, stap bij, ga je om, doe ook vijf keer. Nice. Goed. Dan beginnen we zo meteen met twee squatvormen. De eerste 3x12 een sumo squat. Kan je met gewicht doen zonder gewicht. En de tweede narrow squat met heels elevated. De sumo squat. Kan je natuurlijk doen met rugzak op je rug. Je kan hem ook doen met een gewichtje, wat je zelf wil. Sumo squat, die en kijk even zelf hoe ver je voeten naar buiten staan. De een zal ze misschien zo hebben, de volgende zal ze zo hebben. Dat is net wat voor jou het lekkerste werkt. Maar het gaat erom dat je voeten ver uit elkaar staan, zakt en door je hielen omhoog duwt. Dat is één. Tweede is heels elevated. Dus eigenlijk wil je iets hebben waar je met je hielen op kan staan. Het liefst een verhoging van zeg 10 centimeter of zo. Waar je met je hielen op kan staan. Voeten zijn dus smal. Niet opvallen. Voeten zijn smal. En dan is het. Deze mag je ook doen met gewicht of zonder gewicht. En net wat voor jou prettig. Goedemorgen. Wat zeg je? Sorry.
Ik moet even opnieuw inbellen, want ik hoor je niet. Oké. Dus ik ga heel even snel opnieuw inbellen. Goed. Oké. Dan wacht ik. En nu met z'n tweeën. Dat had ik ook helemaal niet door. Ik ook niet. Ja. Kan die laatste gewoon op een boek? Ja, zou ik een dik boek doen of twee boeken? Het gaat erom inderdaad dat je hielen omhoog staan. Dus dat je echt een beetje bekend staat. Wachten we even, denk ik. Ja, wacht nog heel even en dan is het niet... Ja, ik hoor je perfect. Ja, goed. Ik zie je niet en ik had je niet zien binnenkomen. Was Sira, toch? Ja, klopt. Excuus, ik had je niet zien binnenkomen. Nee, dat is niet erg. Het ligt ook aan mijn telefoon. Ik hoorde je gewoon niet. Ja, en nu zie ik je dus helemaal niet. Dus ik zie helemaal... Oh, ik heb wel mijn camera aan. Ja, heel... ja, Miranda, dat komt omdat jij jezelf nu gepint hebt. Nee, maar ik sta helemaal in mijn scherm. Oh. Maar goed. Eens even kijken hoe ik dat anders kan doen. En nu? Kijk, nu zie ik je wel. En als ik nu kan doen. Sorry voor het vraagje. Goed, ik doe het even zo. Heb je wel kunnen volgen, Basira? De warming up, ja. Ja? Oké, okay, dus ja. We gaan zo beginnen met sumo squat. 3 keer 12 keer. Oké. Okay. Na narrow stance, heels elevated squat. 12 keer, 3 sets, daar gaan we. 1. 12 heb gedaan. Gaan we meteen door. Kan ik je hielen ergens opstaan? 2 boeken is prima. Gewichtje is prima. Na de 12 keer hebben we even pauze. Dat ga ik even starten, dat we niet te snel van start gaan. Zo. Hebben we een minuutje pauze? Voordat we aan de tweede set beginnen. En hier doen we in totaal 3 sets van. Oké. Okay. Oh, Basira, je bent lekker buiten. Ja, ik ben in mijn tuin. Heerlijk. En ondertussen zoek ik mijn andere gewicht. Ik heb er nu snel het warm van, jongen. Vijftien seconden. Oké, dan gaan we zo weer. 12 keer. Met een gewichtje, met een rugzak, alles kan. En dan gaan we. 1. 9. Borst op, billen naar beneden. 10. 11. En 12. Netjes. Je loopt een gewichtje.
Hoog in ieder geval. Ja. En dan gaan we 12 keer. Netjes. 4. Netjes. Ga weer timen, minuut pauze. Ben je ook al naar de lessen buiten geweest, Basira? Nee, nog niet. Ik had het gisteren met... Eergisteren met Ronnie erover. Ja. Ik vind het zo lastig, want veel mensen gaan natuurlijk hun abonnement activeren. Ja. En je kan 3 keer per week, dat is in principe prima. Maar ik zie heel veel crossfit ertussen staan. Ik doe meer de zaktraining en de circuittraining. Ja. En die staat er heel weinig tussen. En de zaktrainingen zijn eigenlijk standaard van degene bij wie ik ga, virtual full. Ja. Dus dan denk ik, ja, gaan we dan dat abonnement zeg maar activeren? Precies. Eigenlijk om heel veel crossfit te doen, dat is niet echt waar ik heel erg goed in ben. En dat is wel goed voor me om dan beter te worden. Maar ik raak een soort met van, ik krijg kortsluiting als iets dan niet lukt. Ja. Dus ik dacht, nou, ik wacht wel even af. Maar ik las nu dat ze per 1 juli open mogen. Per 1 juli kunnen we weer open. Ja. En in de aankomende weken gaan er natuurlijk steeds meer lessen plaatsen. Ja. Dus ik ga het ergens activeren, ik denk halverwege of zo. Ja. Nee, snap ik dat je het even aankijkt. Ik bedoel, het is ook best lastig. En ja, mensen moeten ook even kijken wat het meest prettige is. En ja, dat je gewoon kan doen wat je ook graag wil doen. Ja. Mensen bij een Oost deze week vast even proberen. En 1 juli is open, dus... Maar gaan we dan, we gaan gewoon open en dan kan je dus ook gewoon naar binnen, toch? Wat ik begrijp. Dat denk ik wel, maar ik weet niet precies hoe. Nee. Dat zijn de protocollen waar we aan moeten gaan voldoen en die regels ken ik nog niet. Maar ik kan me best voorstellen dat er een deel van de lessen buiten blijft. Zolang dat... Ja, het is wel lekker in dit weer ook. Maar ik denk, ja, zeker lekker. Dus we gaan even we gaan nu eerst nog even een setje squatten. Ja. Ga ik even kijken hoe jullie dat doen. Even een lekker gewichtje. 12 keer. Goed zo. Hou die borst op. En duw door je hielen weer omhoog. Netjes. Goed zo. 12 keer. Netjes. Goed zo. Basira, houd er rekening mee dat je niet op mute staat. Vind ik niet erg, maar dat je op de video komt en dat je beeld op de website komt. Als je dat niet erg vindt, is het prima. Ja, prima. Narrow squat. Hou die knieën recht vooruit. Dus niet naar buiten. Ja, voeten naast elkaar. Netjes. Goed zo. Hou je core goed gespannen. Nice. Top. Goed zo. Terwijl jullie even uitrusten, leg ik de volgende 2 oefeningen uit. Dat zijn de B-stands, Romanian deadlift, dus eigenlijk met 1 been vooral actief, 3x10. En de single leg hip bridge, ook 3x10 per been. Dat ziet er als volgt uit. De... Je kan het met gewicht doen, je kan hem ook met elastiek doen of met je rugzak. Je zet je rechtervoet, ga je op je tenen staan, ongeveer de hoogte van je hiel van je linkervoet. Je staat rechtop, schouderbladen naar achteren. Met je gewichtje is net om je knie. En omhoog. Naar beneden. Hij is weg, sorry. En omhoog.
Als jullie het goed mee. Goed, handen goed naar achteren op je teen, naar beneden en omhoog. Belangrijkste partij. Dat is één. En de single leg hip bridge. Dus met twee benen zou je er zo uitzien. Duwt je schouderbladen op de grond. Duwt je heup omhoog. Knijp in de billen. Eén been. Mag je been zo houden. Je mag je been recht omhoog houden. Of recht vooruit. Wat je zelf het prettigst vindt. Ook 10 per been. Ja? Ja. Ja. Hoe hou je een elastiek vast bij die deadlift? Bij de deadlift. Ga je het elastiek onder één been doen. Je voet naar achteren. Als nou dus je staat met één voet op het puntje van je teen. Ja. Eén. Elastiek. Die andere ernaast. Ja. En als de elastiek te slap is, dan draai je hem een keer om je voeten heen. Dan draai je hem om je voet heen. En dan wordt hij heel zwak. Op het moment dat we de oefeningen gaan doen, is het handig als jullie even op mute gaan. Anders verspringt het beeld de hele tijd als we hem terugspoelen. Oké. Romanian deadlift. 10 keer per been. Voet ongeveer op hielhoogte. Op je teen, dus je staat dichtbij. En je werkt er ongeveer voor 30% mee. Daar gaan we. Net onder je knie. Heupen naar achteren, dat je een luisje dicht duwt. Met je billen, hou je rug recht. Je schouderbladen een beetje naar achteren, maar je ribben hou je naar beneden. Yes. En na hip bridge, single leg. Je schouder blijft op de grond. Duw je heup omhoog. Je heup is in de rechte lijn als die uitgestrekt is. Voel je een achterkantbeen en je bil. Ik zie mooie voetjes in de lucht hier. Dat zit goed. Hou je ribben naar beneden. En ik zet hem even op pauze. Eén minuutje pauze. En dan gaan we weer verder. Hierna hebben we nog 2 keer 2 oefeningen. Zoals in de reguliere Stronger. Het kan met een elastiek. En met dumbbells. Als we tijd over hebben.
Heb ik nog een leuke finisher. Even kijken of dat gaat passen. Nog 15 seconden. En dan gaan we voor de volgende ronde. Nog 10 seconden. Dus ik ga vast klaarstaan. Oké, we gaan weer. Ronde 2. Span die heup aan. Schouder blijven naar achteren. Zet die rug vast. 1. Lok die heupen, knijp in die billen. 1. Blijf naar achteren gaan. Die gedaan is. Hip bridge. 10 keer. Rechte lijn. Knijp in de billen. Schouder blijven op de grond. 'Blijf op de grond, rechte lijn van de heup, knijp in de billen.' Zo. Het ziet er goed uit. Yes, ik zet hem weer op. Een minuutje rust. Na een minuut ronde 3. En dan gaan we over naar oefeningen voor de rug. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik krijg het er in ieder geval warm van. Ja, het is warm hier. Ja, hè? Ja. Het is warm hier. Ik zit ook wel 4 hoog, dus het wordt hier zeg maar richting middag ook wel echt... Echt warm. Sowieso heel warm. Ja. Ja, ik kan me niet voorstellen. Ik zit binnen natuurlijk, maar ik krijg gewoon warm van die benen. Ja. Nou, dat ik ook. Nog geen middag. Ja, nee, precies. Nog 10 seconden. Dus ga vast klaarstaan. Romanian deadlift. 10 keer per been. B-stance. Ik kijk even met jullie mee. Goed zo. Bazira, hou goed die schouderblad naar achter als je naar beneden gaat. Daar, ja. Netjes. Goed zo. Heupen sluiten boven, knijpen in die billen. Netjes. Blijf die schouderbladen bij elkaar houden. Het zorgt ervoor dat je spanning blijft houden op je rug. Netjes. Goed zo. Het ziet er goed uit, ladies. Hip bridge, single leg. 10 keer per been. Schouderblad op de grond. Been omhoog. Heup is recht. Ja, netjes. Knijp in die billen boven. Adem uit als je naar boven gaat. Netjes.
Top. Netjes. Oké, dan gaan we de volgende twee oefeningen doen. Pull apart en bent over row. Maar bent over row met een pronated grip. Pull apart doe je met een elastiek. Ik heb hier een dik elastiek. Dus dat pak ik enkel. Als je een dun elastiek hebt, kan je het dubbel pakken. Pak hem enkel en onderhand. Dus op die manier, handpalmen naar boven. Staat recht, heupen naar voren, ribben naar beneden. Trek eerst je schouderbladen naar achteren. En dan trek je het elastiek uit. Schouderbladen naar achteren. Trek het elastiek uit. De achterkant doe je zo uit. Schouderbladen naar achteren. En dan trek ik het even horizontaal. Schouderbladen naar achteren, horizontaal. Wat je wil voorkomen, is dat je schouderbladen naar achteren trekt. En dat het zwaar is en dat je gaat rollen. Nu overdrijf ik natuurlijk schommelen, maar je wil dus echt schouderbladen naar achteren en recht blijven staan. Die doen we 10 keer. En dan doen we de bent over row, maar met een pronated grip. Dat betekent je handpalmen naar je toe. Dus je gaat het doen van verschillende kanten. Voorover staan, alsof je een deadlift zou gaan doen. Je laat je gewichten hangen. Trek je schouderbladen tegen elkaar. Het is een beetje een harlekijn vorm. Die. Zij kan doen. Alsof je een deadlift gaat doen. Goed bukken. Gewichten laten hangen. Knijp je schouders naar elkaar toe. Als je het elastiek wil doen, pak je elastiek op enkel. Gaat ongeveer op heupbreedte staan. Zelfde positie. Handpalmen dus naar je toe. En dan trek je hem over. Omhoog. Zijn kant. Dat is hem. Goed. Een beetje aan het stoeien deze week. Helder? Top. Dan gaan we beginnen. We doen 3 sets. Tussen de set weer een minuut rust. Eerste set. Schouderbladen naar achteren 10 keer. 10. En 1 minuut pauze. Ga ik zo meteen timen. Als jullie klaar zijn. Zo. Dit gaan we nog 2 keer herhalen.
Lekker uitpuffen. Slokje water, dat is eigenlijk misschien wel een goed idee. Zo. Volgens mij heb ik niet het blaadje nog laten zien. Dus dat doe ik nu alsnog even. 10 keer pull apart, 10 keer bent over row met een pronated grip. Voor de terugspeelsessie, dat we dat ook gedocumenteerd hebben. En we gaan weer klaarstaan voor de tweede set. Even een stukje moeten hebben, maar ook eens mee naar buiten. 10 keer. Zorg ervoor als je opzij trekt dat je niet je schouders naar je oren trekt, voor je oren afduwt. Dan gaan we. 1. Schouder naar achter en laag. 2. 3. 4. Achter en laag. Bent over rows, pronated grip. Zakken alsof je deadlift doet. Heupen naar achteren. En dan ga je die schouder laten dichtbij. 1. 2. 3. 4. Probeer de elleboog horizontaal te houden. Timer. Zo, weer de laatste set in. En die finisher die gaat lukken. Bazira, heb jij ook een klein elastiekje, zo'n mini band? Top. Helemaal goed. Ik denk dat we gewoon tijd hebben voor een leuke. Jaren begint al te lachen. Die denkt: nee. We moeten de dag natuurlijk een beetje lekker doorkomen. Dus wel een beetje het gevoel hebben dat we wat gedaan hebben. Zometeen het laatste setje. 15 seconden. Ik kijk even met jullie mee. En dan gaan we klaarstaan. Yes, pull apart. 10 keer. Trek je schouderbladen naar achteren. Onderhandse grip. Schouders laag. Helemaal uittrekken. Eerst de schouderbladen naar achteren. En opzij. Juist. Dus van de achterkant. Schouderbladen naar achteren. En opzij. Schouders naar achteren. En opzij. En hou er rekening mee. Je moet niet daar houden. Schouders laag, naar achter, opzij. Juist. Netjes. Als je die hebt gedaan, bent over row, als een harlekijntje. Yes. Je probeert die ellebogen, die gaan omhoog. Die handen blijven hangen, alleen de ellebogen gaan omhoog. En probeer ze naar buiten te houden. Helemaal in een rechte lijn. Yes. Goed bezig. Knijp die schouderbladen tegen elkaar aan. Netjes. Wat je al niet kan doen met een elastiek gewoon. Super fijn. De volgende oefening kan ook met gewichten, kan met elastiek. En dat is, we gaan doen een floor press 3x8 en een side plank met een dumbbell of een gewichtje
3×8 per kant. Ga ik het voordoen. Ik zal het eerst even met een gewichtje doen. Je gaat liggen met je schouderbladen in de mat. Dat betekent, als je schouderbladen in de mat hebt, dat ik eigenlijk met mijn hand onder mijn rug door kan. Dat is prima. Maar je schouderbladen liggen in de mat. Net als we toen net de schouderbladen naar achter hebben gedaan, liggen die ook op die manier op de mat. Je dumbbells zijn bijna horizontaal, dus ietsje schuin. En boven je borst, dan zak je met je ellebogen naar beneden. En je onderarmen blijven gewoon recht. Je rug, je schouderbladen blijven op de grond. En dan duw je weer omhoog. Maar bij het omhoog duwen blijven die schouderbladen in de grond. Wat ik niet wil zien, is dat die schouderbladen nu in de grond zijn. En als je omhoog gaat, dat je rug plat op de grond gaat. Die blijft daar. Als je dat met elastiek doet, pak je het elastiek gewoon achter je. Armen door. Leg je op de grond. Je ellebogen op de grond. En dan is het. Oké. Okay. Ook even van achter. Dus als je ligt, lig je met je schouderbladen op de grond. Je gaat naar beneden. En als je omhoog gaat, blijven de schouderbladen daar. Je gaat niet die kant op. Blijf daar. Ook al ga je omhoog. Je gaat nooit verder dan dit. Dat is één. En de side plank met gewichtjes. Je kan een schijfje pakken, een gewichtje, een pak melk, een fles wijn. Afhankelijk van wie wat in huis heeft. Side plank. Zorg ervoor dat je elleboog onder je schouder is. Als je elleboog daar is, dan zie je al een schouder dat hij naar voren komt. Krijg je heel veel druk op je voorkant schouder. Voeten voor elkaar, omhoog. Je heup is een beetje gedraaid. Dus het voelt misschien alsof je scheef ligt, maar dan lig je recht. Heup omhoog. Gewichtje in je handen, armen gestrekt. En omhoog. En adem uit als je omhoog gaat. En je houdt je armen gestrekt. Dat betekent dat bij de aanzet het zwaarst is. Die doen we 8 keer per kant. Duidelijk? Ja? Top. We gaan op een gegeven moment met floor press. 8 keer. Met elastiek of met dumbbells. Schouderbladen in de grond. Voet op de grond. Benen zijn ontspannen. Adem in naar beneden. 1. Houd de schouderbladen in de grond. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8. Gaan we over naar de side plank. Is overigens deze vorm te zwaar, dan kan je je knie op de grond houden, zodat het minder zwaar wordt. In andere gevallen, voeten achter elkaar. Zes, zeven, acht, kant. De bal onder je schouder, heup omhoog. Maak jezelf lang, dat je niet in een V'tje gaat, maar je heup naar voren doet. Zes, zeven, acht.
Maak je het lang. Goed, ik heb de timer weer gezet op een minuutje. Gaan we nog twee keer herhalen. Seconden. Nog 15 seconden. Ik ga vast weer klaar. Lichaam. En dan gaan we weer schouderbladen in de mat, voeten op de mat, benen ontspannen. En dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schouderbladen blijven in de mat. Gedaan. Side plank. Elleboog goed onder je schouder. Allebei de benen. Het bovenste been, voet voor. Gestrekte arm. Maak je lang. Elleboog door op je schouder. Bovenste been, voet voor. Omhoog. Is het lastig? Doe je één knie op de grond. Zorg wel dat je heup naar voren is. En omhoog. Miranda? 6, 2. En de laatste. Ja. Ik heb wondjes op mijn ellebogen. Is er nog iets anders? Want het is te pijnlijk om in de plank te zitten daardoor. Wat je ook kan doen, kan je elastiek ergens aan vastmaken? Ja. Dan kan je ook de paal of press doen. Ken je die? Nee. Elastiek maak je vast aan een waar je dan vast kan maken. Ja. Dan hou je het recht voor je. Zit vast. Dat doe je zo. Ja. Dat ken ik. Dan doe je hem zo uit. Ja, oké. Ga ik dat doen. Ik ga even nog een minuutje pauze. Instellen. En dan gaan we zo de laatste ronde in. Kijk ik met jullie mee. Zijn we al bijna klaar, jongens? Lekker begin van de dag. Het is heerlijk weer. Kan jij wel naar buiten vanmiddag? Of moet je training geven? Nee, ik kan lekker naar buiten. Dus ik heb alleen maar dit uur vandaag. Dus ik heb de rest van de dag vrij. Dus dat is heerlijk. Dus ik ga lekker naar buiten. Nog 30 seconden. Dan gaan we zo de laatste ronde doen. Kijk ik even met jullie mee. Floor press, 8 keer. Daar gaat hij. Hou je schouderbladen in de mat. En duw uit. Netjes.
Tof. Adem uit als je omhoog gaat. Zorg ervoor dat je benen ontspannen zijn. En je mag een holling hebben in je rug. Je rug hoeft niet op het matje. Netjes. Ziet er goed uit, ladies. Side plank. Elleboog onder je schouder. Bovenste been, voet voor. Maak je helemaal lang, dus duw die heup naar voren. Juist. Hoofd naar het raam, of de deur, of de muur, of waar je ook ligt. Dat je zo lang mogelijk maakt. En Basira, ik zie niet jouw pile of press, maar ik ga er even van uit dat dat lukt. En als je de ene kant hebt gedaan, dan doe je de andere kant. Juist, netjes. Dat is hem. Lekker bezig. En omdat we gewoon nog tijd hebben en door de oefening heen zijn, heb ik gewoon een extra oefening. Die had ik al meegenomen voor het geval dat we tijd zouden hebben. Vorige week kon ik hem niet doen, dus Jara, die heb je toen gemist, want daar hadden we geen tijd voor. Maar deze week gaan we hem wel doen. De hip bridge with abduction ladder. Misschien heb jij hem al wel eens gedaan in een van mijn lessen, Jara. Maar ik ga hem voordoen en met jullie meedoen. Wat je nodig hebt is een minibandje, miniband, whatever. Die doe je onder je knieën. En wat we zo meteen gaan doen, zet je voeten neer. Je zorgt dat er spanning is op het bandje. Ligt op de grond. En we gaan een hip bridge doen. Dus heupen omhoog. Je heupen zijn een rechte lijn, schouders laten blijven op de grond. En die gaan we zo meteen 10 keer doen. En als we die 10 keer hebben gedaan, gaan we 10 keer abduction doen. Dus benen uit elkaar, terwijl de heupen hoog blijven. Als we die 10 keer hebben gedaan, doen we hetzelfde, maar dan 9 keer. 9 keer omhoog en naar beneden, 9 keer knie uit elkaar. En daarna 8, 7, 6... Je begrijpt hem al. We gaan helemaal door. Tot 1. Zijn jullie er klaar voor? Top. Daar gaat hij. Tussendoor gaan we niet stoppen. Dus we gaan er in 1 keer door. Ik doe met jullie mee. Alright, daar gaan we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En knijp in die billen. 1. Blijf boven. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 9. 5, 6, 7, 8, 9. Blijf boven. 7, 8, 9, 8. 2, 3, 4, 5. Hou vol. Blijf boven. 7. Voel je het al branden? Ik wel. 6. 6. En blijf boven. We gaan naar 5. Hou vol dit. 4. We zijn er bijna. 3. 1, 2, 3. 2. 1,
2. En de laatste. Yes. Hebben jullie het helemaal met me meegedaan? Dat kon ik natuurlijk niet zien. Dus jullie kunnen heel makkelijk smokkelen. Ik voel het in ieder geval ontzettend aan mijn billen. Ik weet niet hoe het met jullie is. Bazira ligt nog op de grond, denk ik. Maar als je in één keer doorgaat, dan is je best te doen. Ja, daar is ze. Goed zo. Lekker bezig geweest, ladies. Thanks. De les voor vandaag. Ik hoop jullie snel ook weer te zien in Zuid of in Oost. En ik denk dat we voorlopig nog doorgaan met de Zoom-lessen, maar ik weet niet precies tot hoe lang. Maar dat zien jullie vanzelf wel ook op de Instagram feed. Maar weet je of er stronger lessen in Oost komen? Er komen stronger lessen op maandagavond 3. Die lessen achter elkaar op woensdagavond, vrijdagochtend. Oké. Okay. We zijn natuurlijk aan het kijken om steeds meer lessen te geven. Maar dat is nu de eerste planning. Ja, oké, okay, top. Ja? Yes. Nou, geniet van de dag. Dankjewel. Fijne dag. Doei.